Het is inderdaad nu, voor mijn doen, een tijdje geleden, 2 jaar toch alweer, sinds Zot van A. Er is wel Vermist geweest, hè? Dus het nieuwe seizoen Vermist, dat ook dit najaar, diezelfde week, nee, een week later dan al dit, op 4 start. Waar ik 6 van de 10 afleveringen heb gedaan, dus ik heb daar dit jaar veel voor gedaan. En dat is eigenlijk toch ook een film, bij wijze, als je dat helemaal optelt. En de manier waarop we dat maken en draaien en zo, zit toch zeer dicht tegen het filmgevoel. En is ook, vind ik echt eerlijk waar, echt goede scenario's. Daar zit vlees aan, goede gastacteurs. Dat doe ik ook echt graag. Daar wil ik ook tijd voor blijven maken. Maar de bedoeling is natuurlijk dat er een film komt. Er zijn zoals altijd, ja, op een duur weet je moet verschillende ijzers in het vuur liggen hebben. Het ijzer dat het hardst gloeit op dit moment is Het Vonnis. Is een zeer actueel, een rechtbankthriller over de trieste staat van justitie in dit land. Potentieel controversieel, toch wel. Vrij uitzonderlijk voor een Vlaamse film, dus echt geënt op de actualiteit. Een film die ook een rol wil spelen in het debat dat aan het gebeuren is, maar tegelijkertijd natuurlijk ook wel, het is ook laagdrempelig. Het is verpakt in een spannend verhaal, denk ik. En daar spreekt het fonds zich één deze dagen over uit, of zij daarin mee willen, in dat verhaal. En als dat zo zou blijken te zijn, wat ik heel erg hoop natuurlijk, dan zouden we dat draaien eind februari, en dan is dat een film die in oktober volgend jaar in de zaal is.